voordat ik ga spelen laat ik altijd even alle klokken klinken om te kijken of ze goed afgesteld zijn. Alles is met metaaldraden. En als een klok, zo'n metaaldraad die krimpt door de kou. En nu is het bijvoorbeeld wat kouder dan de laatste keer en dan hoor je dit. Dan klinkt hij niet goed na. Dus dan draai ik aan een knopje. En dan komt hij, zie je? Dan is die mooi afgesteld. Dus ik hoef ze niet echt te stemmen, maar wel even afregelen. Nou, de zware klokken, die hangen hieronder. Zo'n verdieping hieronder, die hielp met de voeten. En de andere klokken, die gaan allemaal naar boven. En die, dus dit zijn de zware klokken. Die worden ook gebruikt als luidklokken. Op zondagmorgen hoor je ze altijd luiden. Ik kan natuurlijk niet op de toren oefenen, dus ik heb thuis een oefenklavier. Dat ziet er precies zo uit als dit stokken klavier wat je hier ziet. Alleen in plaats van klokken zitten er een kleine klankstaven aan en daar speel ik dan op. En dan hoor je dus toch een soort klokachtig geluid. En dan nu gaat hij automatisch spelen. Dat heeft hij gisteren ook gedaan. Alleen dan speelde hij een nummer van Willem Lering. En nu speelt hij dus een kleine melodietje van het hele uur. En dan na dit melodietje gaat hij weer 5 keer slaan. En dan is het 5 uur en dan steken we het in kan beginnen. Deze was best lastig om in te studeren, want kijk, die andere nummers die ik speel, die zijn veel melodischer. Dit is vooral een ritmisch nummer, wat de hele tijd enorm veel ritme heeft. En hij zit eigenlijk heel weinig melodie in. Er zit wel melodie in, maar kijk, het begin is geen probleem, dat is dit. Nou, dat gaat prima. En er zit even later in het stuk, zit natuurlijk ook dit thema. Dat gaat ook heel goed. Maar de rest is eigenlijk allemaal alleen maar een harmonie, akkoorden en dan een hele tijd ritme. Dat soort dingen. Maar dat kan ik natuurlijk niet spelen, want er zit geen drumstel op. Dus dat moet ik dan vertalen met de klokken, zeg maar. Dus ik heb, zeg maar, dit is het melodietje. Met de harmonie. Voeten en met mijn handen, mijn linkerhand, en met mijn rechterhand kan ik dan melodietjes spelen. En dan krijg je die elektrische gitaarpartij. Dat is ook typisch iets voor dit nummer. Nou, die speel je dan doorheen en zo combineer je dat. Je moet gewoon een beetje schizofreen zijn, vind ik, zeg ik altijd. Van alles wat. Ik was als klein jochie, wilde ik al bij een dier worden. Ik had namelijk het voordeel, ik woonde in Amersfoort. In Amersfoort heb je de Nederlandse Bijaardschool. Daar kan je het vak leren. Dat is gewoon een onderdeel van een consortium. Duurt ook 5 jaar die studie. Want een bij een dier hoort gewoon volleerd te zijn. En hoort ook echt een diploma te hebben. Omdat je natuurlijk ook echt voor de stad speelt. Maar die school die heeft een echt carillon. Waar de studenten op studeren en waar ze op oefenen. Maar dat staat midden in het bos. Heeft niemand er last van alle fouten die ze maken. En ik ging als jochie van 9 jaar, 10 jaar, ging ik heel vaak in dat bos fietsen. En ik wist eigenlijk al heel vroeg dat ik iets met muziek wilde, want ik kom uit een muzikale familie. Maar ja, toen hoorde ik die klokjes en dat vond ik zo fascinerend. Dus ik ging elke zaterdagochtend ging ik erheen om te luisteren. En ik mocht niet naar boven naar het torentje, er stond een bord verboden toegang.
Maar ja, toch ben ik een keer gegaan en toen kwam ik eigenlijk op het geluid, klom ik dat torentje op het geluid af, steeds dichter bij het geluid. En toen kwam ik in een kamertje waar zo'n klavier stond en daar zat een hele vriendelijke meneer die stond daar en die stond les te geven. Dat was de directeur van de school en die was een beetje geïrriteerd van wat kom jij doen hier, er mogen geen kinderen komen. Maar hij zag wel dat ik echt geïnteresseerd was. Hij zei, nou weet je wat, ga in het hoekje zitten, ik ben aan het lesgeven, dan mag je wel even kijken. Nou, en toen zag ik voor het eerst hoe dat bespeeld werd en dat vond ik zo mooi. En mijn moeder vertelde me altijd nog, toen ik thuis kwam die middag, dat was het eerste wat ik zei, mama, ik wil bijna dier worden. Nou, en dat is zo gebeurd. Ik ging elke week daarheen, maar die meneer zei, je kan niet elke keer komen, dus zorg nou eerst dat je goed piano studeert of orgel. En ik heb dan in Amsterdam piano gestudeerd, het conservatorium, en toen ik 18 was, ben ik naar de bijaardschool gegaan, maar kon je nog een tweede bijvak doen. En toen heb ik voor bijaard gestudeerd, heb ik dus naast de pianostudie gedaan. En ik heb ook nog les gehad van diezelfde directeur van de school, Leenert Hart was dat. En ik was zijn laatste leerling die hij afleverde. Dat vond hij zelf ook altijd heel erg leuk, dat hij mij had ontmoet zo als jochie. En toen ben ik bij het dier geworden. Eerst in Amsterdam en in verschillende plaatsen. En nou, op een gegeven moment getrouwd en kinderen. En ik nam, dat is natuurlijk het leuke van dit vak, je kan kinderen meenemen. Dus ik nam ook vaak mijn dochtertje mee. Lydia, en die ging vaak mee naar Amsterdam en dan mocht ze de toren op en dan nam ze de poppetjes mee en dan zat zij ondertussen te spelen en dan zat ik te spelen op het carillon en zij met de poppetjes te spelen. En op een gegeven moment is zij sociaal pedagogie gaan studeren toen ze ouder was en op een gegeven moment komt ze naar me toe van papa, u zult wel boos worden, maar ik vind die studie eigenlijk helemaal niet leuk. Nou ja, ik zei, dan kan ik me iets meer voorstellen, sociaal pedagogie, dan zit je altijd in de problemen van de mensen en zo. Wat wil je dan? Nou, ik zei, ik zou heel graag in de muziek willen. Nou, zij speelt gitaar, dus ik dacht, nou, dat zal klassiek gitaar worden of zo. Maar toen zei ze, ik wil eigenlijk wel heel graag bij het dier worden. Nou, ja. Ik zei, dan weet ik wel, een goede leraar voor jou. En ik geef ook les. Dus toen heb ik haar les gegeven aan de school in Dordrecht. Die was de tweede school. En toen heeft ze het vak geleerd. En zo is ze ook bij het dier geworden. En Lydia is ook heel erg betrokken hier in Zeewolde bij het carillon. Die speelt ook vaak als ik er niet ben. En ze is ook secretaresse van de vereniging, vrienden van het carillon. En ze doet ook heel veel leuke dingen met poppen. Ze is buikspreker. Buikspreker, dat doet ze zelf. Ze doet voorstellingen waarbij het carillon altijd een voorname rol heeft. Ook shows geeft ze voor volwassenen en voor mensen in de verzorgingstehuizen. Dus het is heel leuk en we spelen soms ook samen met elkaar. Dat is erg leuk. Ik ben hier sinds 1987 stadsbijendier, kan ik niet zeggen, dorpsbijendier. Je hebt hier een vereniging, de Vereniging Vrienden van het Carillon. Die heeft tot taak, want het instrument hier is eigendom van de gemeente Zeewolde, dus niet van de kerk, het heeft niks met de kerk te maken. Dus de gemeente die heeft ook de verantwoordelijkheid voor het bespelen van het carillon. En de vereniging die zorgt dus zeg maar dat het ook al gebeurt. En de vereniging zorgt ook voor extra concerten die er hier zijn. En ik ben hier altijd op vrijdagmiddag en dan speel ik hier als de mensen aan het winkelen zijn. En echt een heel leuk moment altijd. Er zijn ook vaak kinderen die ik zie rondlopen. En vaak ook mensen die echt speciaal hun hond komen uitlaten, ook vaak op een bankje gaan zitten. Nu is het heel erg stormend buiten, dus ja, dan met die storm zie je niet zoveel mensen. Maar het leuke van deze plek is dat je naar buiten kunt kijken. Ja, en ik heb vanaf deze plek heb ik eigenlijk heel Zeewolde zien groeien. Alles was hier nog een zandvlakte, maar ik heb elke wijk zo apart zien groeien. Dit was dan het plein. Het plein is ook inmiddels al heel vaak weer veranderd. Maar zo zie je de ene wijk naar de andere wijk. Het stadhuis zie je aan die kant. Dat is altijd jammer, want vroeger kon je echt op het meer kijken helemaal. Hier kan je het nog wel een beetje zien, die hoge gebouwen die,
Je ziet, nee, je kan Harderwijk zien liggen aan de overkant. Maar goed, het leuke vinden van Zeewolde vind ik dat het toch altijd heel erg open is en toch wel veel sfeer heeft. En we organiseren als vereniging ook elk jaar een havenconcert. Dat is heel leuk. Dan gaan we met een rijdend carillon, dus net zo'n instrument als hier, gaan we naar de haven, de aanloophaven. Daar heb je zo'n muziektent. Nou, die muziektent is iets te ver weg, dus we zitten meestal op de kade met alle muzikanten en met het rijdende carillon. En dan is het eigenlijk net een soort Prinsengrachtconcert van Amsterdam, maar dan veel gezelliger hier in omdat het nog zo intiem is. Er komen wel zo'n 500-600 mensen op af, maar het blijft altijd nog heel erg gezellig en erg leuk om dat te doen. Nu in coronatijd is het wat lastiger, dus nu organiseren we vooral concerten hier en soms ook in samenspel met een gitarist of met een pianist of wie weet een keer met een drummer, want deze muziek nodigt er wel toe uit.